Dat schrik je inderdaad. Dan denk je, oeps. Een paar dingen, ja, dat weet je. De Coca-Cola is bekend. Een glas cola is 20 suikerklontjes. Maar er zijn veel dingen, dat is toch een beetje moeilijk. Als je dan bijvoorbeeld een glasje roos pakt en je denkt, oh, dat is gezond, daar zitten vitamine in. Dat gaat je helemaal verkeerd in. Daar zitten dus ook heel veel suikers in. Het suikerklontjespel. Leuk en leerzaam. Het is echt een eye-opener. Van wat eet ik en wat kan daarvan het gevolg zijn. Maar slechts één van de zaken waarmee Atrium Medisch Centrum diabetespatiënten meer inzage wil geven in hun eigen ziekte. Nou, dat je zelf helemaal optimaal op de hoogte bent van wat is die suikerziekte, wat kan dat met mijn lichaam doen in de toekomst en waar wil ik dan ook voor zorgen dat dat niet gebeurt en waar wil ik het goed houden en hoe kan ik dat doen, op welke manier en hoe vaak. November 2009 is de officiële start van het Diabetesdagcentrum een feit. Een centrum dat noodzakelijk is. Volgens patiënten. Ik vind het heel goed dat men op deze manier een beetje het thema benadert en leert met diabetes om te gaan. Je wordt begeleid, je praat met andere mensen, dus met je lotgenoten om het zo maar te zeggen. En je hoort van hun hoe zij ermee omgaan. Hier komt dan nog daarbij dat ik veel nog leer wat ik nog niet weet. Maar ook noodzakelijk volgens internist Ruud Bianchi. We willen ons ontwikkelen ook tot, en voelen ons eigenlijk al, een expertisecentrum. En een expertisecentrum zal je toch een andere structuur moeten kiezen om de informatie bij de patiënt te krijgen op een zo efficiënt mogelijke manier, maar ook op een zo patiëntvriendelijk mogelijke manier. De kracht is dat je in het dagcentrum een aantal dingen gewoon structureel kan geven. Waarbij je, zou ik zeggen, met de groep meer kan dan dat je allemaal aparte contacten doet. Dat lukt anders niet. Het is natuurlijk altijd zo dat mocht iemand bijvoorbeeld, als je het over insulinepomptherapie hebt, het idee hebben van nou, een insulinepomp, dat is iets voor mij. En ik heb het nu gezien en ik heb voor mezelf het besluit genomen, daar wil ik mee verder. Dan volgt er altijd daarna een 1-op-1 contact met de diabetesverpleegkundige en later uiteraard ook met de dokter. Behalve het combineren van alle vanzelfsprekende specialismen op het gebied van diabetes op één dag, probeert Atrium ook zoveel mogelijk andere bezoeken van patiënten te combineren met het dagcentrumbezoek. Niet alles is geïntegreerd in het dagcentrumbezoek. Individuele bezoeken aan de poli blijven gewoon bestaan. Zoals bijvoorbeeld deze patiënten, die voor een afstemming komt over het gebruik van een Roche-pomp, waarmee ze insuline aan haar lichaam toevoegt. En er zijn natuurlijk altijd een aantal persoonlijke vragen die patiënten aan je willen stellen die je de groep niet kwijt kan. En daar is een 1-op-1 contact heb je altijd nodig en dat blijft ook altijd.